Hallo, ik ben Dirk de Meersman. Ik ben beroepsspringruiter. En ik heb hier Buffero van het Paanishof, het paard waar ik in Londen 2012 de Olympische Spelen mee gereden heb. De Olympische Spelen waren zeker op paardensportgebied heel goed. De beste ooit, denk ik. Het waren mijn derde Spelen, maar dit waren veruit de beste. Niet zozeer mijn prestaties, maar organisatie, alles bij elkaar. Mijn prestatie, ik had iets meer verwacht, maar ik kan ook niet zeggen dat ik ontgoocheld was. Want altijd realistisch zijn in het leven. De 48-jarige Dirk de Meersman had de microbe van de paardensport al van kindsbeen af te pakken. Op zijn 3 jaar zat hij voor het eerst op een paard. Het is een familietraditie. Ik ben erin geboren, dus thuis hebben ze altijd paarden gehad. Mijn vader reed ook. Mijn grootvader had paarden, dus het was de normaalste zaak van de wereld. Ik heb een zoon van 17 en een dochter van 9. En zij zitten ook in de paardensport? Mijn zoon wel, al is hij laat begonnen. Hij is pas op zijn 14e begonnen. Mijn dochter is 9, die heeft... 2 maanden geprobeerd, 1 keer afgevallen en moment. Maar goed, ik denk niet. Het is niet mijn droom dat ze in mijn voetsporen treden. Het is een heel moeilijke wereld. Dirk is een harde werker en iemand die steeds een doel voor ogen houdt. Hij neemt al 38 jaar deel aan kampioenschappen over heel de wereld. Toch is hij nog niet van plan de staldeur voorgoed achter zich dicht te trekken. Ik doe het nog altijd heel graag. Ik kan nog leven en ja, ik ben gelukkig.